pas 7 jaar. Het was in 2016 toen hij voor het eerst deelnam aan de Indoor Derby. Wat gebeurde er? Gaudiano had even de focus niet erbij. En hij startte een paar seconden te laat. Een seconde of 4 ging hij te laat van start. Alsnog 3e plaats. Hij had die dag met speels gemak de derby kunnen winnen. En dat ging hem niet in de koude kleren zitten. De volgende dag won hij meteen een rubriek met deze Carlotta. En het jaar daarop keerde hij terug voor de Indoor Derby. Ja hoor, 2017 schreef hem op naam met Carlotta. 2018 was hij er weer, deze Italiaan. Weer met Carlotta. Hup, pakte weer de overwinning. Nu mag hij als laatste van start. De tijd staat op 86.34. We hebben gezien dat het sneller kan. Maar iedereen die sneller ging, die kreeg nog een pech onderweg. Wat doet hij, deze Italiaan? Als iemand het kan, dan is het Gaudiano wel. Hij heeft al tientallen overwinningen op internationaal niveau met deze Carlotta. Ik denk dat het er onderhand al een stuk of 60 zijn. En de merrie is pas 10 jaar. Dus van jongs af aan al bijna onklopbaar. Hier dus al 2 jaar achtereen de ongeslagen kampioen van de Van Schijndel Bouwgroep Derby. En na 28 seconden gaat hij hier dan winnen. Les best, zeggen ze wel eens. Stink, als alles blijft liggen, dan kan het haast niet anders dat hij hier die tijd van van Pius Wieser aan Duiver eruit. Van Dodge, kijk die tijd. 47,5 seconden. Ja, hij is bizar snel tot zover. Emanuele Gaudiano, Italië. En hoeveel sneller is hij? Seconde of 3. Emanuele Gaudiano blijft alles liggen. Wordt dit zijn 3e titel op rij in deze Indoor Derby? Wordt het jaar nummer 3 dat Carlotta hier de absolute kampioen is van de Van Schijndel Bouwgroep Indoor Derby. Het kan bijna niet meer misgaan. De laatste in is nog te gaan. En jawel! 3 seconden sneller. Emanuele Gaudiano voor het 3e jaar op rij. Pakt hij hier op spectaculaire wijze de overwinning in deze Van Schijndel Bouwgroep Indoor Derby. Als 7-jarige waren ze er al zo snel bij. Toen was een communicatiefoutje van Emmanuel tussen de jury wat hun van de overwinning weerhield. Maar nu hebben ze toch ruimschoots revanche erop genomen. Al de 3e overwinning op rij voor Carlotta. En Gaudiano in 2017, in 2018 en nu dus ook in 2019. De Italiaan, de allersnelste, de allerbeste van deze Indoor Derby met deze geweldige merrie, Carlotta. Fantastische sport, de sfeer zit er uitstekend in hier in de Brabant Hallen. Waar Pius Wieser op de 2e plaats komt en Bertram Allen op plaats 3. Beste resultaat van de Van Schijndelruiter zelf, van Piet Ruimaker junior op een 4e plaats. Emanuele Gaudiano, hij is dus wederom de kampioen van...